is een hele fascinerende stap die ze nu toegevoegd hebben. Het is een beetje gebaseerd op eerdere ontwikkelingen van de afgelopen jaren die bij elkaar gevoegd zijn. En er zijn wat nieuwe stappen aan toegevoegd. Het komt erop neer dat ze een huidcel van één mannetjesmuis genomen hebben. Mm-hmm. Die hebben ze geherprogrammeerd naar een pluripotente stamcel. Nou, de bijzondere eigenschappen van zo'n cel is dat zo'n cel alle soorten weefsels nog kan worden. Mm-hmm. In dit geval hebben ze geprobeerd om die pluripotente stamcel in een eicel te veranderen. En dat hebben ze gedaan om het in een soort kunstmatige eierstok in het laboratorium te plaatsen. Dat is al een paar jaar geleden al beschreven. En in die kunstmatige eierstok, dat lukte niet helemaal. En wat nu bekend geworden is en waarmee dat gefaciliteerd is, is om uit die pluripotente stamcel het eichromosoom te halen. Want mannen hebben een X- en een Y-chromosoom. Daar hebben ze het eichromosoom uitgehaald. Hebben ze het X-chromosoom gedupliceerd. Dus er zaten er twee X-chromosomen in. En toen werkte dat in één keer wel. Dus toen hebben ze die stamcellen in die kunstmatige eierstokken geplaatst. Mm-hmm. En toen kwam er volledige ontwikkeling tot een eicel. Ja, en de ultieme test natuurlijk om zo'n eicel te testen is om er een zaadcel bij te brengen. En te kijken of daar een embryo ontstaat. En dat ontstond er. En die embryo's hebben tot pups geleid. En die zagen er op zich gezond uit en ontwikkelden zich normaal. En uiteindelijk hebben die pups ook weer nakomelingen gekregen. Dus so far, so good.